Oh ja, nu. Hallo, ik ben weer in een nieuwe video. En mijn broertje zit hier. Gino, zeg eens hallo. Hallo oma. Dat is mijn broer, als je hem had gezien. Ja, ik ben lekker een filmpje aan het kijken van Roy. Dikke shout-out naar Roy. Als je de filmpje ziet, dikke shout-out naar Roy. Ik meen het, echt dikke shout-out naar hem. Nou, maar het is genoeg gekwebbeld. Nu gaan we wat doen. We gaan even het filmpje kijken van Roy. Laat hem maar een dikke shout-out naar hem. Waar ik zo meteen doorheen zou moeten springen. Waarschijnlijk nadat ik 3 van deze mooie ogen hierin heb gedaan. Ik heb hier namelijk nog 3 plekjes open waar die ogen in moeten. En waarschijnlijk gaan wij dan uitkomen in die end. Voor de mensen die niet weten wat die end is, dat is een soort van de derde Minecraft dimensie waar uiteraard de Ender Dragon heerst. En wij zullen moeten gaan proberen om die vervelende Ender Dragon in te gaan maken en hem een lesje te gaan leren. En dat is iets waar ik deze aflevering voor ga strijden. Dus jongens en meisjes, doe een dikke vette like naar deze video. Als je ook gelooft dat Team Dutch Tuber die Ender Dragon heus wel even een lesje zou kunnen gaan leren. Dat zou heel nice zijn. Dus drop die like. Niet waar. Ik kill heel even die vervelende beesten. Sterker nog, ik kill gewoon even die hele spanner waar ze uit kunnen komen. Want het is natuurlijk ongelooflijk vervelend. Zullen we eens even kijken of ik hem met een boog kan killen? Want ik moet natuurlijk wel een beetje leren schieten. Kijk eens aan jongens, dat is hartstikke goed gedaan. Ja, ik heb deze aflevering geen Lucky Blocks jongens. Want het is deze aflevering meer de bedoeling dat we gaan proberen om de Ender Dragon te verstaan. En niet zozeer om die schatten, denk ik wel. Ik weet alleen niet als wat voor soort beest ik tegen de Ender Dragon wil gaan vechten. Zelf zit ik eraan te denken om het te doen als een guest zijnde. Want een vleermuis heeft namelijk maar 3 hartjes met de morphmod, zeg maar de mod waarmee je dus in andere beesten kunt gaan veranderen. En een vleermuis tegen een Ender Dragon is denk ik een beetje oneerlijk. Ook al heb ik natuurlijk best wel hele goede armor. En heb ik natuurlijk god apples, goede potions en natuurlijk een hele goede bow. Toch wil ik gaan kijken of ik het als guest kan gaan doen. Dus ja, ik zou zeggen jongens, let's go. 3, 2, 1. De end portal staat klaar. Ik ga mezelf dus nu veranderen in een guest. Of zul ik mezelf veranderen in een blade? Dat is misschien ook wel een idee. Nee, ik ga mezelf lekker veranderen in een guest, want ik vind dat leuk genoeg. Ik hoop dat ik hier een beetje pas als guest zijnde. Oh, ik pas hier niet helemaal. Oké, dan moet ik mezelf even snel veranderen in iets anders, anders ga ik dood. Octo, red me. Oké, dankjewel, dat was geen goed plan. Anders verander ik mezelf in een blaze. Een blaze is namelijk op zich ook wel goed genoeg, denk ik. Dus let's go. Ben ik nu een blaze? Ik ben een blaze. Ga ik wel elke keer, wacht even, misschien kan ik die particles uitkrijgen. Dan zou het ook een stukje fijner zijn, kijk zo. Nice, kijk eens daar jongens. Ik ben nu een blaze en ik heb geen last van het rook wat in mijn gezicht gaat zitten. Dus jongens, ik zou zeggen, laten we een god apple nemen. Laten we mijn bode bijpakken. Laten we... Dat was eigenlijk niet de bedoeling om doorheen te gaan, maar dat is verder niet erg. Laat ik een potion op mijzelf gooien, dan ben ik namelijk ook een stuk sneller. Laat ik een strength potion nemen. En laten we beginnen... Oh, daar is die jongens. Laten we beginnen met het kapotmaken van al die dingen. Die moeten namelijk allemaal kapot gaan. Dat zijn zeg maar de dingen waar de Ender Dragon zichzelf mee zou kunnen gaan healen. Het is natuurlijk belangrijk dat die allemaal naar de kloten gaan. Tot nu toe raken we ze allemaal best wel heel erg goed. Ik moet zeggen, het is een best wel lange tijd geleden dat ik voor de allerlaatste keer tegen de Ender Dragon heb gevochten. Is natuurlijk ook maar iets wat je 1 keer per Minecraft wereld kunt doen. Dus het is sowieso altijd wel iets wat je sowieso niet 10 keer achter elkaar doet ofzo. Tenzij je natuurlijk 10 verschillende soorten Minecraft werelden hebt, dan op zich wel. Oké, let's go. We moeten ze allemaal kapot maken, jongens. Oh shit, oh jongens, wat ben jij een vervelende jongeman. Oké, zolang zeg maar die dingen nog intact zijn, kunnen wij niet zo goed tegen de Ender Dragon vechten. Want als we dan zeg maar leven van hem weghalen door hem aan te vallen, krijgt hij er dat veel te snel weer bij. Dus eerst moeten al die dingen kapot, dat kan gelukkig heel makkelijk. Dat heb ik zoveel keer. Dat kan gelukkig heel makkelijk, want we zijn namelijk een vliegend beest, dus we kunnen er heel makkelijk naartoe vliegen. En ik denk zelfs dat we ze kapot kunnen maken met een zwaard. Maar dat vind ik een beetje oneerlijk, dus we houden het wel een beetje op een boog. Kijk jongens, kan ik hier vanaf hier raken? Zou dat mogelijk zijn? Oh, dat wordt lastig. Misschien dat ik ook kan raken. Ja? Wie? Oh jongens, dat was een heel mooi schot. Helemaal vanaf een afstand. Alweer. Ik denk dat we ze allemaal kapot hebben gemaakt, jongens. Dus het gevecht tegen de Ender Dragon. Dat is toch niks, Jan? Ik doe zoveel damage. Zo dan ga je de vink zonder van mijn batterij. Ja. Dit gaan we lekker verder doen. Ik ga even naar boven. Ik zie jullie zo meteen weer. Ja, daar ben ik weer. Kamer. Check. Ik heb nog wel eens een keer naar de E-Tient. Maar ik heb super veel Pokémons.
geen zin om ze recht te houden. Dus alleen maar lekker achterstevoren. En dan zijn we dan in mijn kamer. Zo, ik heb je nog wat te zeggen? Ja, het is best wel leuk op deze kamer. In plaats dat je de hele tijd een zooitje ervan mag. Daar heb je super veel gelijk in. Oké. Ik ga heel snel. Heel snel. Dat pakken. Oh. Dat is mijn speen. Dom, hè? Dat is geen speen als een longding. Oké. Doe een dikke shout-out met mij, Tjano Gartner. En als je mijn kanaal zoekt, is het Tjano Gartner. Adios.